Hebben jullie wel eens last van een piep in jullie oren? Ja, na een festival. Ja. Maar dat gaat wel weer weg. Nou, toevallig wel, ja. Toevallig? Ja, ik ben naar een paar feestjes en festivals gegaan. En onvoldoende gehoorbescherming denk ik gebruikt. Ik hoor wel nog de muziek af en toe in mijn oren na het uitgaan. Ja, een beetje suizen. Ja. That's it. Maar niet echt een piep. En de muziek staat gewoon veel te hard. Overal in de horeca en op festivals. Ik gebruik wel oordopjes hoor, daar niet van. Maar Dus niet. Dat was niet handig hè? Ik denk dat we sowieso met z'n allen meer muziek luisteren misschien. En ja, je kan nu gewoon makkelijker harder zetten of zo, ik weet niet. Ik denk misschien ook door de soort muziek. Dus het techno-genre is steeds meer upcoming, als ik het zo kan zeggen. En daar zit toch wel wat meer bas in, toch wat hardere kicks. Dus gewoon wat grover in plaats van de akoestische muziek. Ik denk dat dat misschien wel een verschil kan uitmaken. Af en toe hoort je helemaal zo'n dreunen in je borstkas. Maar het is wel lekker of zo, lekker harde muziek. Maar inderdaad, het is niet fijn als je echt je oor zo... Ik vind het wel leuk, maar ik sta er dan niet dicht bij de box. Ik sta dan iets verder achterin. Dan draag je soms ook wel gehoorbescherming? Nee, ja, de laatste keer wel naar een festival ben gegaan, maar daarvoor eigenlijk nooit. 1 keer gedaan, maar die raak je na dag 1 op festival ook alweer kwijt. Dus dan sta je dag 2 en dag 3 gewoon weer in met volle toeren te draaien, zeg maar. Dus oordopjes maken niet dat het minder leuk is of minder, dat je de muziek minder hoort. Het is alleen gewoon iets gedempt. De artsen hebben dus opgeroepen om ook bij horeca het maximum geluidsniveau omlaag te brengen. Ben je het daarmee eens? Ja, op zich wel. Mijn broer heeft heel erg last van die piep in zijn oor. En hij is heel naar festivals en feesten en zo geweest. Dus ik denk niet dat je het iemand toewenst om wat in je oor te hebben. It'd be nice to not have ear damage after going to a club, because you're always like a bit. You can still hear the music after you go out. Qua gehoorschade snap ik het wel. Alleen voor de sfeer is het misschien wat minder. En ik ben misschien wel iets meer van de sfeer. Dus. Ik vind het wel, zou het wel jammer vinden op zich. Als de feesten nog even leuk zijn, dan wel, ja.